Geert van der Velde, je was 4 jaar lang bondscoach van België. Je hebt aangegeven om daar weer mee te willen stoppen. Waarom? Omdat ik de uitdaging wil aangaan om het nieuw project te leiden bij de KNKB in Nederland. 4 jaar lang bondscoach. Ben je tevreden daarover? Als coach mag je nooit tevreden zijn. Nu we hebben gisteren een laatste meeting gehad met de spelers van het Belgische team. En iedereen vond toch dat ik mijn werk goed gedaan heb. Nu daaraan gekoppeld bepaalde resultaten dat we hadden, alhoewel dat voor mij niet zo belangrijk is. Ik weet wat ik heb neergezet. We hebben een heel goede groep. De teamgeest was aanwezig. Ook buiten het team zijn er heel wat vrienden gemaakt. Dus ik denk dat ik daar wel wat neergezet heb, ja. Het afgelopen WK in Nederland, na dat WK in september, ben je toen aan het nadenken gedaan, wat wil ik verder? Klopt, ik maak trouwens die rekening altijd. Na een EK of een WK of een belangrijk toernooi maak ik altijd een afweging van hoe moet het verder. En dat heb ik nu ook gedaan. En dan kwam natuurlijk de vraag om eventueel aan te sluiten met dit project hier in One Wall. En dat heeft me natuurlijk nog meer laten nadenken. Ja, je was al in contact met de KNKB. Niet voor het toernooi. Die contacten zijn er geweest nadien. Oké, er is ooit wel eens een contact geweest dat ik eens een voorstelling gegeven heb van hoe ik het One Wall zie. Maar dat is dan in Europa geweest. En ik denk dat het een beetje op basis van die analyse geweest is die ik gemaakt heb, of die ik voorgesteld heb, dat er contact met mij opgenomen geweest is. Wat ga je precies doen? Er is mij gevraagd om projectleider te zijn van het nieuw project One Wall, die dan in 5 verschillende richtingen zal gaan. Dus er moet competitie en toernooien georganiseerd worden, er moet talentontwikkeling georganiseerd worden, er moet ontwikkelen in het algemeen georganiseerd worden, dus breedte sport in de scholen. Er moet het internationaal aspect moet bekeken worden en er moet coachen en trainers opgeleid worden. Dat doe je niet in 1 jaar, maak je een planning. Er gaat een planning gemaakt worden met de stuurgroep, dus mijn projectgroep die ik ga samenstellen. Die gaat bestaan uit verschillende mensen en dan gaan we kijken. Ik heb 4 jaar de tijd om bepaalde zaken te kunnen realiseren. Maar we gaan kijken in 2013, want dan beginnen we toch mee wat dat de prioriteiten zullen zijn in dat jaar. Ja. Het talent van Nederland, ja, die volg jij natuurlijk ook. Er zit heel veel talent bij het One Wall, hè? Er zit zeker heel veel talent bij en ik denk dat er zelfs nog spelers uit onverwachte hoek zullen aankomen, dingen die heel wat talent hebben, dus dat gaan we eens bekijken. Nu, de toppers ken ik natuurlijk, die kunnen zeker nog beter worden door een bepaalde andere, weet ik veel, trainingsactiviteiten te laten doen, andere toernooien te laten spelen. Je kunt ook de Nederlandse wedstrijdagenda, de Friese wedstrijdagenda van het kaatsen. Je bent zelf dit jaar actief geweest bij puur passie als coach bij een team. Hoe denk je het te combineren, het One World en het Friese kaatsen? Want dat blijft altijd moeilijk, hè? Ja, ik heb dat probleem ook al 4 jaar gehad in België, dat ze met onze pilotencompetitie zitten. Dus er moet over nagedacht worden, maar ik denk op verloop van termijn gaan bepaalde spelers toch moeten een keuze maken. Of ze gaan het Friese kaatsen gaan spelen, of ze gaan kiezen voor het One Wall. Ik denk dan maar in de komende jaren, als het ooit een Olympische discipline wordt, ja, dan ga je als topsporter, topkaatser, moeten een beslissing gaan nemen. Of ik ga voor het One Wall, of ik ga voor het Friese kaatsen. Want het kan niet zijn dat je bijvoorbeeld 6 maanden niet One Wall gaat spelen en dan in september terug gaat opnemen. Maar dat is natuurlijk, dat zijn antwoorden, of vragen of antwoorden die later gaan komen. Maar ja, momenteel, ik denk dat het momenteel zeker te combineren zal zijn. Jullie hebben bijvoorbeeld niet het probleem wat dat wij in België hadden, van dat spelers gelinkt zijn aan een club. Zij zijn verplicht van een club om te spelen, om te piloten. Hier zijn het vrije formaat, bijvoorbeeld de wedstrijden, vrije formaties en dergelijke meer. Dus ik denk dat hier meer mogelijkheden zitten om tijdens het Friese seizoen te one-wallen dan bij ons in België. Ja. Zal dat ook een van je taken zijn naar die kaatsers, naar die jonge kaatsers toe? Maak al vroeg een keus. Wil je een Friese topper worden of wil je een One Wall internationale topper worden? Ik denk dat er eerst moet een duidelijk project op poten gezet worden, duidelijk uitgeschreven worden, duidelijk structuur uitgeschreven worden van waar willen we heen. En misschien moet die keuze niet in de eerste volgende jaren gemaakt worden. Dus ik denk niet ik moet daar nog niet aan denken. Ik denk dat een kaatser op zich een beslissing gaat moeten nemen. En als daar een mooi project staat, gaat hij moeten kijken van waar wil ik heen. Heb je er zin aan? Ik heb er heel veel zin in. Wat is het een van de uitdagingen die je nodig hebt na 4 jaar?
Niet direct. Ik ben iemand die heel graag uitdagingen aangaat. En ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik graag eens in het buitenland zou trainer of projectleider worden. Dus nu die verleden jaar deed die mogelijkheid zich al voor om voor puur passie te werken. En nu krijg ik die uitdaging hier om dat Panwolle-project te trekken. Nu had die vraag gekomen uit Frankrijk of uit Spanje. Misschien had ik daar ook wel ja op gezegd. Dus, want het is een heel mooi project die komt aandingen. Dus. Heel veel succes.